moet je feliciteren, want je bent voor de avond is ongemak. Sta je op de longlist van de Lieve Express. Ja, ik ben er blij mee. Ja, fantastisch. Dus, op naar de shortlist. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Zeker, zeker. Maar het is zeker een eer. Het zijn 18 boeken en dat je daar dan bij zit, dat is wel... dat is prachtig. Ja, dat is prachtig. En dan ook nog een dichtbundel, Fantoom Mary. Ja, drie weken geleden verschenen. Ja, prachtig besproken. De foto vind ik aan de... Wat is het? Droevige kant? Ja, maar, dromerig zou ik zeggen. Maar het is, ik dacht, ik keek bij de vorige foto keek ik echt een beetje de lucht in. Dacht, ik moet iets anders doen. Ja. Dus werd het naar beneden. Werd het dit? Natuurlijk. Er zit altijd een logica achter. Ja, toch? Ja. Maar jij mag de avond uiteraard open. Ja. Een week mag je open. Ik wil eigenlijk een ode brengen aan de kindertelefoon. Ja. Want die bestaan deze maand 40 jaar. En het is in 1979 begonnen met een advertentie... Waarin ze een oproep deden aan vrijwilligers om daar te komen werken. Mm-hmm. En het idee komt oorspronkelijk uit Duitsland. En nu werken er al 700 vrijwilligers op in iedere regio. En ik vind het een prachtig gegeven. En een half jaar geleden heb ik zelf een keertje gebeld. Ik dacht, ik had iets. Ik zat ergens mee. Dacht ik wist niet waar ik heen moest. Dacht ik ga gewoon eens bellen. Ja. En echt, ik kan het iedereen aanraden. Het is fantastisch. Ze weet ook hoe lang je broccoli moet koken. Ze weet alles. En, wat zei je? Ik ben 6 jaar? Ik ben 7 jaar? Nee, dat vragen ze helemaal niet. Oh. Dus je kan chatten, je kan bellen. Ze kunnen overal mee helpen. En dat is het mooie aan de kindertelefoon. Er komen kinderen die graag een kat of een kaafje willen. Mm-hmm. Maar niet weten hoe ze hun ouders moeten vragen. Of ze worden gepest. Of ze willen laten horen of ze kunnen zingen. Mm-hmm. En dat mag allemaal. Je mag met leuk nieuws, je mag met verdrietig nieuws. Ik had iets over hoe ik kon weten of ik nou een jongen of een meisje wil zijn. En wat zijn het kindertelefoon? Die heeft me daar best wel. Die zei wat dingetjes waar ik terecht zou kunnen. En die vroeg wat verder. Niet heel, iets heel groots. Maar ik vond het heel leuk dat ze daar zo. Dat alles mag, zou ik zeggen. Dat ze je helpen. Maar ze schetste je de weg te branden. Ze hadden niet het antwoord. Je bent er niet. Nee, ze hebben niet de oplossing. Maar zij geven mensen of kinderen geven ze advies. Ben je eruit? En ik ben er nog niet uit. Maar ik wilde een keer weten hoe het... Als ik dit in mijn jeugd had gehad... Tenminste, ik was toen niet de kindertelefoon. Wist ik niet echt bestaan van. Had me best wel geholpen. Dus ik ben heel blij dat het nu voor alle kinderen er is. Mooi. Vandaar deze ode aan de kindertelefoon. Op naar de 80 jaar, zoiets, hoop ik.